M&M. M&M. Ja. Oké, mijn goed voornemen voor 2011 is het dan al, is mijn abonnement bij de Flikken opzeggen. Ik heb er namelijk in 2010, laten we zeggen, een slordige 300-400 euro aan flitsboetes en parkeerboetes moeten betalen. Ik steun met veel plezier onze vrienden van de bakkerij met de blauwe streep, zoals Dave Peters zou zeggen. Maar voor 2011, ik ga een ander goed doel kiezen. Ja, hallo. Gelukkig nieuwjaar en geweldig 2011 en een fantastische gezondheid. Wat ik voor mezelf ook toewens, enfin wat ik beter zou willen doen, is een klein beetje meer stofzuigen thuis. Mijn facturen tijdig betalen. Geen chips en cola en chocolade en wafels en zo uit de machine hier halen boven. En vooral, het allerbelangrijkste, ik zal nooit, maar dan ook nooit meer, niet dit jaar, volgend en het jaar daarna, nooit meer mij seksueel laten intimideren op het werk door... Ja, is dat mij? Alright. Ik zit met een beetje met een probleem, of enfin, meerdere problemen, maar één van mijn problemen is dat ik niet zo goed weet welk voornemen ik moet doen. Enfin, niet roken, niet drinken, dat doe ik allemaal al niet. Enfin, dat drink ik toch niet zo heel veel. Dus ik vraag me af, kan er mij iemand misschien een suggestie geven van een goed voornemen? Het mag allemaal gestuurd worden naar bart@mnm.be. Liefst niet te moeilijk. En dan ga ik je zien en dan ga ik een goed voornemen maken van de luisteraars van M&M. Dank u wel. Mijn goed voornemen voor het jaar dat komt is eigenlijk dat ik vooral ga focussen op een gezonde, gevarieerde voeding vooral. Dus niet elke week een viandel bestellen, maar ook eens bitterballen, een cervela, een bouletje, een bamihaap, een sjaaslik. Goedendag, mijn goed voornemen voor 2011 is dat ik geen voornemen heb. En dat is meteen ook een goed voornemen voor 2012, 13 en 37. Want, allee, ik zou niet weten, ik ben al zo perfect. Hé? Mijn voornemen voor 2011 is iets minder perfectionistisch zijn in het huishouden, daardoor ook iets minder stressen en wat liever zijn tegen mijn huisgenoten. Hallo. Mijn goed voornemen voor 2011 is meer naar de kapper gaan, want het is nodig. En voor de rest, vooral geen goede voornemens maken. Slecht voor de gezondheid. Ik maak elk jaar goede voornemens en dit jaar heb ik er twee gemaakt. Ten eerste ga ik meer fruit proberen eten. Ik moet een beetje gezonder worden en zo, omdat ik altijd vroeg moet opstaan. En mijn andere goede voornemen is eens iets anders, want ik beloof dat ik niet meer langer zal lachen met oudere mannen die de ochtendshow op M&M presenteren. Maar ik ben niet zo goed in goede voornemens. Maar we zien. Ja, dat is goed. Hallo, mijn goede voornemens voor 2011 zijn nog meer verdienen dan dit jaar. Stoppen met roken, stoppen met nagelbijten en ook een beetje minder gekluisterd zijn aan mijn telefoon. Een klein momentje. Sorry. Ja, hallo? M&M.